In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. Laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Sophie en zij is camgirl. In real life of achter de camera? Achter de camera. Streamen of chatten? Streamen. Kreunen of hijgen? Kreunen. Dominant of onderdanig? Onderdanig. Met of zonder speeltje? Met. Hoe kwam je op het idee om camgirl te worden? Ik vond het altijd wel heel interessant om mijn seksualiteit met mensen te delen. Ik praatte er vroeger altijd heel open over. Ik vind naakt zijn heel chill. Mm. Dus nou, als je daar je geld mee kan verdienen, waarom niet? Weet je nog echt de allereerste keer dat je zo de webcam zo aandrukte en zo, oké, daar gaan we. Ik kan het me niet super goed meer herinneren, maar ik weet wel dat ik het heel awkward vond. En dat ik eigenlijk de hele avond meer zat te kletsen met iedereen dan dat ik echt iets aan het doen was. En wanneer kwam dan die eerste seksuele handeling? Ik denk dan de tweede keer en dan gewoon iets simpels als van sla je zelf 5 keer op je billen of zo. Ja. En daar kreeg ik dan geld voor. Of gebruik je vibrator voor een paar minuten. Het was even wennen. Wat was er dan wennen? Nou, normaal doe je dat gewoon in je eentje, lekker thuis. Ik geef niet zomaar uit het niets mezelf vijf klap op je kont. Nee, precies. Dat is niet wat je zomaar even doet. Dus dat was even wennen, maar dat vind ik nu eigenlijk helemaal niet meer gek. Hoe reageerde een beetje zo je omgeving? Mijn moeder was de eerste die ik heb verteld. Want ik woonde, toen ik ermee begon, woonde ik ook nog thuis. Dus ik vond het wel belangrijk dat zij het eigenlijk ook wist. Mm-hmm. Niet dat ze opeens naar boven roept of zo. Van Sophie, kom het is klaar. Ja, precies. En dat ik aan het cammen ben. Ja. De eerste reactie was volgens mij meer dat ze heel veel vragen had. Maar niet judgmental of zo. Ze was wel van, nou, als jij dat graag wil doen, moet je dat gaan doen. Maar ik wil gewoon wel dat je het doet op een veilige manier. Ik denk wel dat er weinig mensen zijn die dan denken van, oh, nou, ik ga nu lekker naar beneden om te zeggen dat ik camboy of girl wil worden. Toch? Je bent daar wel heel makkelijk in. Ja, dat is het denk ik wel inderdaad. Maar misschien omdat ik deed daarvoor ook wel al naaktfotografie. Dus ze wist al wel een beetje mijn interesses in dat gebied. Dus het was dan niet zo'n grote stap meteen. Er waren al wat tussenstapjes tussen van, ja, ik doe dit al, ik doe dat al. Nou, nu wil ik dit gaan doen als gewoon echt mijn baan, mijn werk. Dus het was niet een grote stap voor mij. Heb je geen moeite met het feit dat iedereen die jou googelt je gelijk ziet als camgirl? Nee, het is toch wel vaak een van de eerste dingen die je ziet van iemand. Wat hij doet voor werk. En dit is gewoon het werk dat ik doe. Dus dat is wel gelijk heel intiem. Ja, nou, misschien. Maar ik vind het niet per se heel erg intiem. Het is... Dat moet je even uitleggen, want je zit naakt voor een webcam. Ja, het is voor mij normaal om me zo te delen. Juist omdat ik me zo comfortabel naakt voel, vind ik dat niet per se iets heel anders dan met kleren aan. Natuurlijk is het voor de buitenwereld anders, maar misschien is dat gewoon omdat ik er zo gewend aan ben, dat het niet meer vreemd is voor mij. Hoe geil je mannen precies op? Welke moves gebruik je? Dat verschilt voor iedereen. Sommige mannen tippen mij dan om een beetje dirty talk te doen. Maar met dirty talk, wat zijn echt de woorden die het altijd wel goed doen? Nou, als ik erover ga praten, dat ik graag aan een piemel zuig of zo. Oh ja. Dat soort dingen. Of dat ze graag mij van achter zou willen nemen. Oh ja? Dat soort dingen. Ik zeg ook wel altijd van, ja, ik ben hier gewoon niet zo ontzettend goed in, sommige dingen. Als er iets, ja, gewoon iets een beetje nieuw voor mij is, ben ik daar altijd heel eerlijk over. Dat is denk ik ook gewoon slim. Ja. Om te zeggen, oh ja, het is niet helemaal. En het dan toch wel een beetje doen. Precies. En dan... Dus ik denk ergens dat mensen dat ook weer juist heel leuk vinden. Dat ik daar een beetje awkward over ben. Ja, dat vinden ze toch juist extra leuk. Dat ik het dan alsnog gewoon probeer voor ze. Mm-hmm. Toch gewoon doe. Dat zijn wel een paar van de dingen die de meeste heel leuk vinden. Maar er zit ook één vrouw heel vaak in mijn chatroom. En die vindt het juist heel leuk als ik me dus spank. Mm-hmm. Die vindt dat echt. Dus die gooi je er ook altijd even doorheen. Ja, nee, dan gaat ze me inderdaad gewoon elke keer tips sturen van weer 5 spanks, weer 5 spanks. En weer voor anderen doe ik bijvoorbeeld een tease blowjob. Dan heb ik gewoon een dildo daar liggen. Mm-hmm. En dan ga ik daar een beetje leuk aan likken en zo. Dus ja, het verschilt voor iedereen wat ze leuk vinden. En dat is dan ook weer het fijne aan
zo'n chatroom. Je kan gewoon vragen, ben je hier oké mee? Kan ik je hiervoor tippen? Je hebt ook een tipmenu, dus gewoon waar mensen dan een handeling uit kunnen kiezen. En dan zit er een bepaald bedrag aan vast, hoeveel ze moeten geven voor die handeling. Wat staat er bijvoorbeeld in? Nou, bijvoorbeeld die 5 spanks staat erin. Maar en hoeveel moet je daar dan voor betalen? 60 tokens en dat is $5 maar of zo. Dus het is best goedkoop. En verder dingen die erop staan. Nou, die tease blowjob, daar vraag ik dan wat meer voor. Dat is 150 tokens. Dus dat is omgerekend? €15. Ik heb er dan ook eentje van 3000 tokens. En dat is naked now. Dus dan moet ik gewoon in één keer al mijn kleren uittrekken. Oeh, dat is spannend, ja. Ja. Soms vinden mensen dat leuk. Dat ze gewoon meteen mijn chatroom inkomen. En gewoon van klaar. Bam! Ja, en dan moet jij gelijk opstaan. Ik moet het uittrekken. Oh ja. Dat mogen zij dan helemaal beslissen. Dus ja, het verschilt. Word je er zelf geil van? Ja, jawel. Maar dat ligt ook helemaal aan mijn bui. Soms ben je gewoon niet in een geile bui. Dan zit je wel van, ja, ik moet nu wel werken. Dus dan is het toch een beetje, ja, het faken, zeg maar. Maar ja, je wordt er wel geil van. Tuurlijk, als je met jezelf aan het spelen bent, dat wint je wel op. Maar je faked dus ook wel. Als het bijvoorbeeld echt druk is in de chatroom en er wordt op dat moment iets van mij verwacht. En ik voel er gewoon dat het gewoon een hele erge bummer zou zijn als het niet zou lukken. Dat ik dan wel een soort van, ja, fake. En vind je het dan stom om te moeten faken? Ja, ik vind het wel stom. Ja, dus daarom zeg ik dan liever tegen mensen van ja, sorry, het lukt even niet. Dan dat ik het fake. En daarom doe ik het ook maar echt heel zelden. Het zijn echt uitzonderingen als ik het wel doe. Als je dan een beetje kijkt naar een gemiddelde, hoe vaak kom je dan klaar op een werkdag? Ja, ik zou zeggen 10 keer. Oeh. Ja, dat is best veel. Dat is een leuke hoge score. Ja. Dan ben je heel erg blij de hele dag. Op een gegeven moment, ja, is het wel een beetje gevoelloos. Ja. Er zit er ook wel een einde aan. Weet je. Je kan niet 30, 40, 60 keer door blijven gaan. Maar ja, 10 keer haal ik wel. Dat lukt over het algemeen wel. Maakt het jou enigszins uit wie er kijkt? Nee, zolang je respectvol bent naar me toe, dat vind ik het belangrijkst. Voor de rest maakt het me niet uit wie je bent, waar je vandaan komt, hoe oud je bent, wat je doet, hoe je eruit ziet. Het interesseert me helemaal niks. En ben je dan ook niet bang dat er toch een familielid meekijkt? Heb ik wel eens aan gedacht, maar ik zit toch van, waarom zouden ze dat doen? Ik denk dat er een grotere kans is dat ze dit zien, dan dat ze in mijn chatroom zitten. Misschien hierna dat ze het dan gaan kijken of zo. Maar dan alsnog zit ik van, ja, ik zou dat niet van mijn familie willen zien. Waarom zou dat mijn familie dat wel van mij willen zien? Ja. Dat begrijp ik niet helemaal. Ja, de vraag der vragen. Hoeveel verdien je ongeveer? Als ik het vergelijk met baantjes die ik eerder heb gehad, verdien ik echt veel meer. Want in 3 uur werk kan ik wel €100 verdienen. Nou, dat was echt niet mijn uurloon als ik bij de appie werkte. Maar omdat het met cammen helemaal van jezelf afhangt hoeveel je verdient, hoeveel jij aan het werk bent, hoeveel jij ook vraagt, hoe erg je het aan het promoten bent. Dus soms krijg ik nou maar €50, soms krijg ik €300. Is het ook niet zo omdat, ik denk dat de meest extreme dingen leveren het meeste geld op. Ja. Dus ben je niet heel snel geneigd om alleen maar die dingen te gaan doen? Nee, niet per se. Tuurlijk is het fijn om veel geld binnen te krijgen. Maar dat vind ik voor mij niet per se belangrijker dan dat ik comfortabel ben met wat ik aan het doen. Dus dat ik er misschien voor die bepaalde dingen meer geld voor krijg. Nou oké, dat is dan een pluspunt. Maar ik ga niet alleen maar dat soort dingen aanbieden, omdat ik er dan veel geld voor krijg. Maar ja, je bent met een hoop dingen comfortabel. En ik denk, ja, als je daar zo helemaal in zit, dan zou ik ook, dan denk ik, ja, als ik die iets grotere dildo nou pak, waar ze iets meer voor betalen, ja, dan ga ik alleen maar dat doen. Ja, dat lijkt me zo aanlokkelijk. Dat is inderdaad wel iets waar je voor jezelf dan misschien grenzen in moet zetten. Van, ik ga niet de hele tijd alleen maar verder en verder en verder, omdat er meer geld achter zit. Ik kan mijn tipmenu altijd aanpassen. Dus ik kan gewoon altijd van, nou, ik heb een dildo van 15 centimeter. Ik heb een dildo van 23 centimeter. Als je die ene wilt, nou, dan moet je meer op tippen dan die andere. Tuurlijk gaan mensen dan misschien wel vaker voor die grote. Maar andere mensen vinden het juist ook weer leuk als je voor een kleine gaat. Dus het zijn niet vaak per se de meer heftigere dingen die altijd meer geld opleveren, want ze kosten misschien dan wel meer geld, maar mensen kiezen er niet altijd voor. Wat zijn je grenzen? Ja, er zijn wel bepaalde echt heftige grenzen, dat ik echt niet zou doen.
is piss play en dat soort dingen. Als iets met dieren te maken heeft, dat is ook iets wat ik echt totaal niet, mij niet aanstaat. Ik ben ook, weet je, een beetje pijn is fijn, maar ik ben ook niet echt van heftig mezelf pijn aan het doen op camera. Ik vond aan het begin ook een food fetish, vond ik heel apart. Ik kon dat niet zo goed begrijpen wat iemand nou zo interessant kon vinden aan voeten. Maar nu dat ik dit anderhalf jaar doe, zit ik wel van, nou, als iemand dat leuk vindt, prima. Ik doe wel mijn voetjes voor de camera, hoor. Dus dat is toch iets wat heel simpel is ook om te doen. Dus waarom niet? Denk je daar niet met de tijd, omdat alles went en misschien steeds meer dingen wat minder bijzonder worden, je uiteindelijk toch wel het hele palet dan een keertje gaat proberen? Nee, ik denk dat er wel de dingen die ik echt net benoemde, die voor mij echt niet kunnen. Ik denk dat dat altijd zo blijft. Maar ik denk dat ik wel ook een stuk meer opener word in het begrijpen van mensen hun fetishes of kinks. Ik denk dat iedereen het moeilijk vindt om meteen een hele grote stap uit zijn comfortzone te nemen. Dus dat heeft gewoon soms even tijd nodig. En dat is precies hetzelfde met bepaalde kinks en fetishes. Laat in de comments weten wie jij hier graag wilt zien. En ben je benieuwd naar het hele gesprek? Check dan onze podcast. Dat was hem. Met die taart, hè? Hou jij dan van appeltaart of chocoladetaart? Ja. Oh ja? Ja, altijd chocolade. Oh, lekker.